gaan we terug naar mevrouw De Pater. Het is de dag van de mantelzorger geweest. En dat ben je heel lang geweest. Ja, 11 jaar. Ik ben 11 jaar mantelzorger geweest. Van mijn man. Ja, mijn man had MS. En had dan de ergste vorm, progressief. En ja, er was verder gewoon... Er waren geen medicijnen of niks voor. Dat is alleen maar langzaam achteruitgang. Dat betekent dat je spieren, alles... Ja, zijn spieren. Ja, er vallen steeds meer functies uit. Ja, tot hij niet meer zelf kon eten. Helemaal niet meer zelf kon eten. En toen ben ik dus ingestort. Toen kon ik het niet meer aan. Want hij heeft nog 3 maanden in het verzorgingshuis gewoond. Voordat hij is overleden. Ja. Eigenlijk, dat overkomt je natuurlijk gewoon. Dat kun je niet bedenken van tevoren. Hoe zoiets zal zijn of gaan, denk ik. Nee, zoiets gebeurt van de een op de andere minuut. En nou ja, dan komt hij naar huis en is die situatie zo. En ja, dan is het zo. I gave you so much more than fun, a gentle way. To dance away from pain. Je zegt, op een gegeven moment ben ik ingestort. Er was dus een punt dat dat te veel... Was het te veel. Toen had ik iets van... Toen hij ook niet meer zelf kon eten. Was hij veel eisend? Nee, dat niet. Het was een schat van een man. Ja, heel makkelijk. En, we praten over hem in de verleden tijd. Hij is er niet meer. Nee, mijn man is verleden jaar januari overleden. Ja. En daarna, wat gebeurde? Ja, ik neem aan dat je heel verdrietig was. Maar... Ja, voor hem was ik blij. Want het uitzicht was op bed liggen en naar het plafond staren. Dus dat, Dat zijn enorme veranderingen voor je geweest. Om eerst dat het hier niet meer ging. Ja, eerst, ja. En dan naar een verzorgingshuis. Ja, en dan het overlijden. Want ik ben nu eigenlijk pas op het punt dat ik zeg... Nu ben ik er bijna weer. Nog niet helemaal, maar ik voel wel dat ik weer sterker word. Ja. Maar er is toch ook time-out hulp? Ja, zo heel af en toe. Maar achteraf, ik heb het nooit genoeg gedaan. Maar vragen, dat is zo moeilijk, hè? Hulp vragen. Baby, you show them you're here to stay. Dat zei toevallig zondag nog tegen mijn dochters. Ik heb dat eigenlijk toen niet goed gedaan. Te weinig gevraagd. Ja. Dus dat is jouw advies tegen mantelzorgers? Ja, gewoon vragen en dat je toch zelf ook nog even lekker wat ontspanning kan hebben. Ja. Dat is anders. En klein bloemetje. Dank je wel. 11 jaar. Oh, ja. Dus, mantelzorgers, luister goed naar het advies van mevrouw De Pater. Vraag hulp wanneer het u te veel wordt. En vrijwilligers, geef u op voor deze mooie en bijzondere functie van time-out mantelzorger. Goed hoor. Schrok je van me? Nee hoor. Ik kom weer terug. Ik ben zo.